Hun... Kijk eens weg. Oei. Hoesje. Ja, dat begint er al serieus op te zwellen, jong. Ik voel. Dat komt geen koers. Ik heb ook waarschijnlijk uw dingen, uw Achillespees geraakt. En als dat niet is, dan zal het wel wat anders zijn, zeker. Ja, maar Camille, ik moet verder, jongen. Ik heb beker met zaterdag. Wim, dat gaat niet. Blijf jij rustig liggen, jongen. Ik zeg dat hier wel arrangeren. Hè? Beste voetballertjes, een goede trainer begint altijd bij de basis. Daarom heb ik een belangrijke vraag voor jullie. Wat is de basis van het voetbal? Trainer! Daar, Jeremy? Een baltrainer. Een baltrainer? Nee, dat is ook belangrijk, maar dat is het niet. Iets anders. Trainer! Ja. Voetbalschoenen. Nee. Allee, jongens, zeg een keer goed na. De basis. Wacht, ik zal het uitbeelden. Wat ben ik? Een keeper. Voorzitterberg. Een grasprietsen. Gras. Dat is belangrijk. Dat is de basis. Ah ja, dat ligt van onder, nee. Dus niet te geweldig spelen. Zodat je het gras niet vertrappelt. Als je een slijding maakt... Niet vergeten om het gras mooi terug te zetten. Trainer, we hebben voetballen. Ja! Maar ja, dat is goed. Kijk, hier, begint er maar aan. Maar denk aan de spelregels, hè. Regel 1, deelnemen is belangrijker dan... Niet deelnemen! Maar hoe moeten wij ons opstellen? Ja, dat is misschien... Wel, dat is een goed idee. Laat ons beginnen met één opstel. De voetballer schoot een schitterend schot... ...in de richting... ...van het doel. Punt. Het balgevoel is natuurlijk ook heel belangrijk. Want als je de bal niet voelt, kun je er ook niet mee spelen, hè? Nee, goed voelen, hè? Voel je het? Ten einde, wie mag je kapitein zijn? Jij bent kapitein. Voilà. Jongens, we zijn genoeg opgewarmd. We gaan eraan beginnen, nee? Het is... Kom eens hier. Wat heb ik daar juist gezegd? De regels respecteren en het gras respecteren. Dus schoenen uit voordat je op het veld gaat. Kom maar. Ja. Kom maar, geen pardon. Doe ze maar uit. Zo kunnen we niet spelen, hè? We willen een andere trainer. Kom op, mannen, we zijn weg. Kom. Ja, jong. Voetbal, hé, dat is als je precies niets voor mij. En zaterdag is match voor de beker. Dat ga ook geen vetter zijn, zo. Camille, ik hoor dat je mij nodig hebt. Jean-Marie, je komt als geroepen. Kun je me niet eens wat tips geven? Want je bent toch de beste keeper van heel de wereld en omstreken, hè? Natuurlijk kan ik u tips geven, Camille. Om te winnen in het voetbal zijn er 3 regels. Ten eerste, je moet u altijd dommer voordoen als je in het echt bent. Ja, want een onderschat man is er 2 waard, hè? Daar begrijp ik niks van. Ga met mijn pietje niet. Regel 2. Als goede keeper moet je er zo weinig mogelijk binnenlaten. Na 10 uur luid ik niemand meer binnen. Dat is al een goed begin, Camille. En dan is er nog regel 3. Voetbal speelt je niet alleen met je voeten, maar vooral met je kop. En jij natuurlijk ook met je handen, nee. Dat is zo, hè. Ik wel, ja. Voilà. Dat zijn de 3 regels om te winnen. Wacht. Ik zal u nog een gesigneerde bal geven. Dan kun je zeker niet verliezen, hè, Camille? Amai, zeg. Je kunt schrijven. Dat is ongelooflijk. Voilà, Camille. Ja, zeg. Oh, Jeremy!